Bruce Hornsby samen met The Range and That's Just The Way It Is. Het is 3:08 op deze zaterdagnamiddag. Vanaf aanstaande vrijdag dan kan je in de Abdijkerk hier in Nienhoven terecht voor een dubbel tentoonstelling van Pater Damiaan en ook van Dr. Frans Hemerijks. En bij mij staat hier nu Wilfried Smesmans van het Dr. Hemerijkse Comité. Welkom, Wilfried. Dank u wel. Ja, u kan ongetwijfeld uren praten over deze twee mensen die beiden gekend zijn om hun inzet voor lepra, mensen met lepra. Pater Damiaan, die naar het Melaatsen eiland Molokai trok in Hawaï en in 2005 hier bij ons werd verkozen tot de grootste Belg. En dan is er de Ninoviter en ereburger Dr. Frans Hemerijks, die in het spoor van Damiaan de strijd tegen lepra definitief op de wereldkaart heeft gezet. Wat kan jij nog kort over deze twee vertellen, Wilfried? Ja, in elk geval kan ik zeggen dat wij hier mogen spreken over twee Vlaamse reuzen die zich hebben ingezet in de strijd tegen lepra. Ondanks het feit dat Dr. Hemerijks Pater Damiaan nooit bij leven gekend heeft, want ze zijn eigenlijk van een aparte generatie, is Dr. Hemerijks toch overtuigd geweest dat hij het werk van Damiaan moest in de kijker zetten. En hij is eigenlijk de oorzaak dat de naam Damiaan-actie is ontstaan, omdat hij in zijn strijd tegen lepra vond dat hij een zeer illustere figuur was, Damiaan, om op te volgen. Want hij zegt altijd, Damiaan had geen geneesmiddel, was geen een dokter, maar heeft hem het lot van die uitgesloten lepra-patiënten wel aangetrokken. En dat heeft hem zo getroffen dat dat ook bij Dr. Hemerijks een belangrijk punt was. Hij als arts, die eigenlijk ook moeten zoeken heeft wat de oorzaak was van lepra, wist dat niet bij de aanvang. Dat is pas in de jaren, in de oorlogsjaren eigenlijk, de jaren 40 ontstaan, een medicatie tegen lepra. En het is pas dan dat hij, als hij naar India gegaan is, nadat hij 20 jaar in Congo was geweest, dat hij volop de wereld aandacht heeft getrokken op de leprabestrijding. En die man heeft dan op dat moment formidabel werk gedaan. Oké, goed. Jullie van het Hemerijkse Comité, jullie hebben al een aantal tentoonstellingen gehouden over Dr. Hemerijks. Een viertal, dacht ik? Ja, een viertal inderdaad. En ik vind het eigenlijk formidabel dat we nu de originele, authentieke panelen van de tentoonstelling 2002 nog eens terug kunnen laten zien. Heeft een zekere waarde en is ook een erkenning van de mensen die dat toen hebben gecreëerd. Er zijn 20 panelen waarin het leven en werk van Dr. Hemerijks heel in detail wordt beschreven met fotomateriaal en met teksten. Ik denk zeer interessant, ook voor de jeugd, want het is vooral de jeugd die we willen de figuur terug tot leven brengen van Dr. Hemerijks, omdat we denken dat daar vandaag ook in onze maatschappij heel veel nood aan is van elkaar te helpen en ons in te zetten voor de kwetsbare mens. Oké, goed. En nu, dit jaar is er dus een dubbel tentoonstelling. Waarom precies nu? Waarom nu dit jaar, Wilfried? Ja, heel typisch is dat Pater Damiaan dus 150 jaar geleden, precies 150 jaar geleden, de stap zette naar Molokai. Er werd hem gevraagd of hij daar wou naartoe gaan door de bisschop, toenmalige bisschop in Honolulu in Hawaii. En de bisschop zei, je mocht daar voor 2 maanden naartoe gaan, niet langer, want je gaat besmet geraken en wij willen dat niet. En Pater Damiaan is daar aangekomen en is daar nooit mee weggegaan. Oké, fantastisch, goed. Vanaf aanstaande vrijdag kunnen we dus gaan kijken naar die dubbel tentoonstelling. Wat mogen we daar verwachten? Wat kunnen we daar allemaal bekijken? Wel, er is heel interessant bronnenmateriaal. Niet bronnenmateriaal, nog opgedoken in verband met de figuur van Pater Damiaan. En het zijn de Pater Spiekussen van Leuven. De orde waar dus Pater Damiaan toe behoorde en waar hij uiteindelijk eerst begraven geweest te zijn in Molokai. Op Molokai is zijn lichaam dan teruggebracht naar Leuven, waar het nu opgebaard ligt in de Sint-Jozefskerk daar in Leuven. Ja.
Fantastisch. Dus het zijn een dubbel tentoonstelling, dus het zijn twee aparte tentoonstellingen eigenlijk. Inderdaad. Het zijn twee aparte circuits van, laten we zeggen, met tekst en uitleg, dat elk ongeveer een half uurtje beslaat en dat we dan hetzelfde ook voor Dr. Remeks gang, waar dat we nog een aantal heel interessante archiefdocumenten die in bezit zijn van Henri Avoux, de medestichter van Dr. Remeregs comité samen met Steven Dobbelaere, dat die twee mensen zijn nog alle twee gelukkig bij ons. En Henri nog altijd zeer enthousiast en wil zijn documentatie ter beschikking stellen van deze tentoonstelling. Daar zitten echt juweeltjes van documenten in die niemand ooit gezien heeft en dat willen wij nu presenteren. Wilfried, welke boodschappen willen jullie eigenlijk brengen met deze tentoonstelling? Wel, ja... Het is vandaag niet simpel om voor mensen die ziek zijn, ver van ons weg, in, laat ons zeggen, in het zuiden van de wereld, om daar van hieruit een soort solidariteit voor op te brengen. Ik denk dat dat niet simpel is. Natuurlijk, ook in Damiaan-actie zoekt men naar de juiste strategie om daar toch te blijven op inzetten. Laat ons ook niet vergeten dat we toch in een wereld terechtgekomen zijn die steeds kleiner geworden is en dat de zorg voor de mensen in die Zuiderse landen misschien toch wel belangrijk is en door iedereen zo aangevoeld wordt dat we daar ook solidair kunnen mee zijn. Bovendien is het ook wel zo dat wat de Melaatsen meemaken door het feit dat ze ziek zijn en afgezonderd worden uit hun gewone doen in hun maatschappij waarin dat ze leven, dat dat ook een fenomeen is dat wij vandaag, ook al kennen wij geen Melaatsheid meer, maar dat er wel veel uitsluiting gebeurt in ons maatschappij. Van mensen die er niet meer bij horen, omdat ze geen werk hebben, omdat ze een andere huidskleur hebben, omdat ze een ander gender hebben. Dat zijn allemaal dingen vandaag waar dat we toch eigenlijk moeten leren een beetje anders mee omgaan en niet alleen vanuit ons eigen niks kijken, maar ook een keer zorgen hoe dat we voor elkaar kunnen instaan en samen kunnen voortgaan in het leven. Dat, ik denk dat dat een van de wake-up calls is die wij via de tentoonstelling toch willen brengen aan de maatschappij, aan de kerk, aan de gemeenschap, om ons meer zorgen te maken over elkaar en dat we weer elkaar leren aanvoelen en zorg te hebben voor een platform waarop iedereen tot zijn recht kan komen. Ja, een beetje in het verlengde dan. Wanneer kunnen jullie dan spreken over een geslaagde tentoonstelling? Het zou formidabel zijn dat uiteindelijk de figuur van Dr. Remeregs en Pater Damiaan een soort symbool worden van inzet voor elkaar en dat we dit kunnen via het symbool van de actie, Damiaan-actie, kunnen realiseren. Want het is door dingen te doen dat je solidariteit kunt creëren. Vandaar dat ik graag een oproep zou doen vooral wie wil stiften verkopen, dat ze terecht kunnen zaterdag tussen 10 en 12 in Oase de Abdij, waar wij stiften ter beschikking stellen van vrijwilligers die willen een verkoop doen in hun familie, bij de kennissen in de buurt. Dat zou heel mooi zijn. En als er zo een aantal jonge mensen zouden durven opstaan om te zeggen, ik doe dat, dat zou ons enorm veel plezier doen. Inderdaad, alle beetjes helpen natuurlijk. Wat deze tentoonstelling betreft, wat is hier de inkomprijs? De inkomprijs is gratis. Dat wil zeggen, we dankzij de grote steun die wij van de stad, de cultuurdienst van de stad krijgen, mogen wij zeggen dat we dat gratis kunnen organiseren. En wij hebben nadien een receptie die ook door iedereen mag bijgewoond worden. En nadien bieden wij wel een aantal gadgets aan van de Damiaan-actie, gelijk stiften, maar ook een speldoos. Er is zelfs een abdijbier, Pater Damiaan, ter beschikking. Ja. Okay, dat is dus voor aanstaande vrijdag. Enkel dat is voor aanstaande vrijdagavond op de receptie. Bij de opening van de tentoonstelling. Oké, goed. Dan wil ik het nu toch nog kort eventjes hebben met jou, Wilfried, over het vernietigende artikel, hè, dat het weekblad KNAK afgelopen woensdag gepubliceerde over het reilen en het zeilen binnen de Damiaan-actie nationaal, wil te verstaan. Ervaren personeel wordt daar ontslagen, vrijwilligers haken af en de verliezen die stapelen zich daarop. En ondertussen verdienen externe consultants 20.000 euro per maand, wordt gezegd. Wat is er hier volgens jou aan de hand in deze NGO, Wilfried?
Ja, ik denk dat natuurlijk alle organisaties die een beetje succesvol zijn, ook die solidariteitsorganisaties, die zoeken natuurlijk naar een betere, efficiëntere organisatie. Wij noemen dat vandaag met een groot woord de professionalisering van een organisatie. Maar eigenlijk is Damiaanactie een vrijwilligersorganisatie van mensen die zich vrij engageren voor het welzijn van de medemens in verband met de problematiek van lepra, die toch een zeer ernstige problematiek is. En dus ik denk dat het belangrijk is dat de klemtoon in de eerste plaats gelegd wordt op de zorg en de nood van de lepra-patiënt en, ik wil er nog aan toevoegen, de TPC-patiënt. Want evengoed is dat een van de doelstellingen van Damiaanactie, van naast lepra ook TBC te bestrijden. En dus ik denk dat we in de eerste plaats de piramide moeten omdraaien. Niet vertrekken van een topduim vanuit een grote kopbestuur, maar vanuit de nood van de mensen zelf. En dan weer de drive zoeken bij de mensen, want ik ben ervan overtuigd, zoals in Inhoven, hoe dat de mensen nog meeleven met de figuur, zeker van dokter Hemerijks, maar daaraan gekoppeld zeker ook pater Damiaan. Absoluut, zo is dat. Goed, oké. Kan je misschien tot slot nog even kort samenvatten waar en wanneer deze dubbeltentoonstelling precies doorgaat? Dus de tentoonstelling opent op vrijdagavond 20 januari om 19 uur. Ze is gratis elke dag te bezoeken tot en met zondag 5 februari. Oké, in de Abdijkerk hier in Inhoven, daar moeten we zijn. Inderdaad. Oké, goed. Heel erg bedankt voor deze leerrijke babbel. En uiteraard heel veel succes met de tentoonstelling, Wilfried. Dank u wel. Radio Nieuws.